Ja, hier is Visje weer. En ik ben hier samen met Remco. En dit is weer een wedstrijd van het WK voetbal. En we gaan wel misschien wel naar de topper van de pools, denk ik toch wel? De absolute topper. Nou, heb je ook niet een Uruguay-Portugal of zo? Maar dan vind ik toch nog Spanje-Duitsland nog een niveautje hoger. Het zijn natuurlijk wel twee Europese grootmachten en het moet wel voor Duitsland deze wedstrijd. Even een klein dingetje, er zitten hier wel een paar wereldkampioentjes tegen elkaar te spelen. Ja, zeker, ja, zeker. Ja, alleen er is een red alert, zeg maar, bij Duitsland, denk ik, toch? Nou, om twee redenen, ja. De rode shirtjes van Spanje en natuurlijk, ze moeten winnen, anders is het klaar, denk ik. Ja. Ja, want ja, ze hebben natuurlijk heel erg plotseling misschien wel van Japan verloren. Al vond jij nog niet zo heel erg plotseling, vond je het, zei je? Nou, ik vond het wel plotseling hoor. Zo, ja. Ze hadden de eerste helft zeker 2-0 moeten staan. Ja. Ze waren echt wel beter, alleen ja, op een gegeven moment dan, gaat de klap erin. Dan gaat Japan aanvallend wisselen en Duitsland wisselde heel vreemd. En dan zie je dat voetbal wordt beloond. Hoe wordt er trouwens gesproken hierover in Duitsland? Heb je dat erover gelezen? Nou, ik heb toch gelezen dat Japan helemaal gek weer werd. Ja, die nationale feestdag net zoals Saudi-Arabië. Nou, trouwens, ik heb wel iets gehoord van Duitsland dat ze echt wel denken van ja, dat is eigenlijk ook wel klaar is. Dat ze bang zijn dat ze net vorige WK of heel snel weer uitliggen. Nou, ja. Ik sluit niet uit. Nee, als je nu verliest, dan heb je natuurlijk onderling andere wedstrijden. Japan, Costa Rica. Ja, je kan er op je klok gelijk zetten, zeg maar, dat Japan wel gaat winnen van Costa Rica. Nou, dan is het klaar. Ik vind Spanje echt wel bizar goed voetbal. En dan kun je zeggen, ja, het is wel tegen een zwakke broeder, zeg maar. Ja. Ja, toch, het ging wel heel makkelijk. Het is echt wel tiki-taka en zo. Het is gewoon, voor mij hebben ze bijna 80% balbezit of zo gehad, voor mijn gevoel. Maar het blijven natuurlijk altijd die Duitsers, zeg ik dan. Ja, en die moet je eigenlijk... één manier hoe je Spanje moet bestrijden, dat kan Duitsland. Dat is gewoon draufgangden en zo, erop. Ja, dus... Ik zou dus beginnen met de voorspelling. Ik denk dat Duitsland gaat winnen. 1-0. Ja, kut. Nou, dat wilde ik ook zeggen. Nou, dan ga ik niet zeggen dat Duitsland gaat winnen. Ja, ik denk dat Duitsland gaat winnen, hoor. Maar dan zeg ik wel Spanje 3-0. Spanje 3-0? Ja. Nou, ik denk dat die coach dan van Duitsland, ik weet niet wie dit is nu. Hansi Flick. Oh, ik dacht Müller of zo. Nee. Weet ik wel. Ik weet het nog eens, joh. Maar in ieder geval, die kan meteen zijn koffertjes. Ja, maar als stel Spanje die komt 1-0, dan gaat Duitsland natuurlijk helemaal erop, want ze moeten winnen. Nou, dan is Spanje helemaal even een tikje zo. Ja, het kan wel open huis worden. Ja, dat klopt. Ja, inderdaad. Ja. Maar mijn gevoel is dat ook Duitsland, maar op basis van de vorige wedstrijd ga ik eigenlijk niet vanuit dat ze winnen. Die gekke Duitsers een keer nooit uitvlakken, toch? Nee. Het is pas voorbij als de laatste minuut letterlijk voorbij is. Bij, wat zei die Engelsman ook alweer, hè? 11 tegen 11 en het einde winnen de Duitsers of zo. Dus we gaan het zien. Jongens, laat je voorspelling eventjes achter bij de comments. Like natuurlijk even de video. En hier is de wedstrijd. Nou, daar gaan we weer. Dit is wel een hele gelijkwaardige wedstrijd. Even allebei twee dikke triple-A-teams. Nou, vind ik Duitsland, ik weet niet. Ik mis toch gewoon een paar stukken. En ik ga er maar vanuit dat Sané gewoon weer fit is. Want die was twijfel de eerste wedstrijd. Ze gaan er gewoon vanuit dat hij nu wel gaat spelen. Dat heb jij ook pech namelijk. We gaan hier de Europese top aan het werk zien. En de verwachting is dat het gepaard... Er zijn ook maar iets van 2 Real Madrid spelers hebben Spanje, hoorde ik. Dat is toch kampioen zijn geworden en Champions League begonnen. De voorzet wordt weggewerkt. Dit is de basisopstelling. Zo, dat duurde even lang voor de controle af. Jordi Alba begint achterin. Zo! Met Carvajal als vleugelverdediger. Ferran Torres staat op het middenveld. Pablo Sarabia op de flank. Maar het is toch leuk, ook gewoon van, ik weet niet wie dat zijn, maar je speelt nu wel gewoon met 2 echt jonge middenvelders, die Gavi en Pedri. En gewoon nog steeds Busquets, gewoon als... Serge Gnabry, die speelt ook al 90 jaar. Ja. Komt uit de Xavi en Iniesta tijd. Speelt met Jamal Musiala centraal op het middenveld. Oh my! Ja, Müller! Ja. Nou, de keeper duikt niet eens, joh. Hij ging zo snel ook trouwens. Thomas Müller. En de verdediging had niet echt een antwoord. En dat is dat je begint. Maar was er niet ook een keer dat of Duitsland won met dikke zijs of Spanje won toen met dikke zijs van Duitsland? Ik weet één van die twee, is dat ook pas geleden. In de eigen 16. In de... Huh? Nations League. Serge Gnabry. Voorgegeven op Sané. Nog steeds gevaarlijk. Nee, die had er heel graag in gewild. Corner, mijn specialiteit van FIFA. De bal komt voor het doel. Zo. En dan wordt de aanval gesmoord. Nee, wordt gesmoord. Ja, het is gewoon lekker voor het schot. Kai Havertz. Wow, Havertz, jongen. Maar heeft Duitsland ook helemaal geen echte spits meer? Vroeger was het nog Miroslav Klose natuurlijk. Ik weet niet ook of ze Duits uitspreken, maar gewoon een Pool. Een keepertje, nou ja. Die speelt ook heel lang. Ja. Volgens is dat nu wel nooit, dus ik ben benieuwd hoe dat nu gaat. Koken. Oh, lekker op de bal heen lopen nog. Maar ik had hem beter gewoon kunnen laten gaan voor die speler die aankomt als sprinter. Nee, come on! Geeft Duitsland een vrije trap. Hé? Ja, wat er ook voor jou was, voor mij. Nee, dit is echt dikke onzin. Vind je, gaat nu niet echt terecht is ook. Dat ga je nu niet zeggen. Dit is echt weer onterecht. Red card, oh. Een overtreding. Ja, maar ik ga er toch voor liggen. Hier, de bal. Ja, maar dit kan echt niet. Ja, dit kan wel. Gaan we op mijn pissen ook dan? Nou, ik heb nog nooit gescoord uit de penalty. Laat zien. Je kan niet, dus alleen goed timen. Voor de rest kan het zo lang. Oh nee! Voor de gelijkmaker. Nou, hoe kan dat nou? Dat nou, precies op het moment dat hij ging er door. Godverdomme zeg. Ja, terecht ook trouwens. Je kan gewoon niet meer, je kan gewoon links of rechts 100 uur inhouden en gaat er gewoon nooit meer naast als je goed timed. Ja, terecht trouwens, met een leep balletje. Nee. Hard poeieren maar. Poeia! Zo. Terecht. Druk nog even af. Zo. Weer heel onnodig risico trouwens. Ik had hem daar niet moeten poeieren, maar... Het oog wel ook wat. En eigenlijk is het dan heel knap dat hij zijn evenwicht heeft. Kai Havertz. Oh my god. Prima gekeerd. Die poging op toe. De verdediger houdt eens. Ja, mag ik een penalty dan? Oh. Of voor mij bedoel je? Ja, dat zag je niet. Zag je niet dat het eens was. Ja, maar één hand mag je vastpakken. Dan. Spanje raakt het balbezit kwijt. Maar er komt hulp aan. Dan laat je Müller even vrij dan. Ja, maar, wat is dit nou weer? Thomas Müller. Havertz trouwens. De ene speler is al dood trouwens achterin. Dat was even een Arno Vermeudertje dat je de verkeerde naam noemt. Ja, dit is dan toch wel een opmerkelijke treffer. Hè? Ja, die steekpaars, die is briljant. Helemaal open inderdaad, wat gebeurt er allemaal? Perfect op maat. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Dit is Daniel Olmo. Daniel Olmo, dit is je kans. Oh. Gesmoord. Nou, dus ik dacht dat je hem even hebt ook. Huh? Zo. Huh? Oh, hij heeft nog best veranderd van poppetje. Daar klinkt het rustsignaal. En laten we hopen dat ze er in de tweede helft een wedstrijd van kunnen maken. Arbeid aan de winkel. Goed, Schlotterbeck en Goretzka erin. Van deze wedstrijd. De Duitsers op een riante voorsprong. Zo. Oh. Oh, ik was de bal dus helemaal kwijt. Morata. Oh, gaat hij net te hard. En ze komen weer aan de bal. Oh, nou, kom op. Scheids. Salah gaat echt een goede voetballer. Ik zag hem ook weer bij Duitsland. Echt een lichtpuntje. Jezus, scheids. Geef hem maar hoor, mag. Zeg ja. Daar viel mee. Viel mee toch? Het begint langzamerhand een dramatische dag te worden voor deze ploeg. Vrije trap naar die overtrek. Nou, kom op! Weer rood, niet? Hij fluit wel heel snel af namelijk. Nee, waarschuwing is een waarschuwing. Oh. Daar viel mee ook. Ik vond eigenlijk geen overtreding zelfs. Wat Thomas Müller, dat is toch niet de hoe heet dat, nemer? Keurig, ik ben vergeten te plaatsen. Simpel geblokt dat schot. Oh. Nu gevaarlijk worden. Er zat nog een tegenstander bij. Aids. Leroy Sané. En Musiala. Een schot. Nou, waarom komt er nooit die tweede bal dan op een gegeven moment? Hier zou een counteraanval kunnen aankomen. Nee! Doe hem mee. Maar ze zijn de bal niet. Oh, ik wil echt een Spanje aanval. Dat merk ik van leuk. Ja, ik begin naar Spanje. Die vliegt erin, zeg. Wat is dat weer? Nou, ja. Wat is dit nou weer voor goal, zeg? Hij valt in. Stop op met juichen. Wat is dat voor goal? Gaat er nergens over, dit. Lekker gekiept, jongen, lekker. Ja, eigenlijk geen kopbal. Maar ik hoorde dat ze juichen dat er ook extra tijd bij komt. En bij de minuut dus gaan we nu dikke blessuretijd krijgen. Want uiteindelijk is het toch een doelpunt. Nou, dat was voor een wisselspeler die rood gaf. Ach, geel. Nou, dat is gewoon echt rood ook. Door gewoon Schlotterbeck. Schlotterbeck. Nou, heb ik net mijn verdediger gewisseld voor extra zekerheid. Is die zekerheid weer weg. De doelman kan die vrije trap eenvoudig keren. Balbezit kwijt. Och, een gevaarlijke steekpas, zeg. Nou, uit en af. De ruimte vanaf. Ja, ondertussen is het schot een goal gehad eigenlijk. Ik ben aan het voetballen, maar... Nee! Hey. En zo... is het ja, je hebt toch die bal gehad? Ze zit ertussen. Buitenspel toch? Nee, dat was absoluut geen buitenspel, die steekbal. Ja, dat is wel buitenspel, kijk maar. Huppakee. Ja, de eerste bal was buitenspel, de tweede niet. De speler wordt geholpen. Zo, hier zit hij er goed bij, zeg. Mooie redding op die inzet van dichtbij. Ja, en de reactie razend. Mijn specialiteit weer. Ja, maar waarom gaat dit naar de eerste paal, man? Ik doe 3 balkies. Dan gaat die kopbal de verkeerde kant op. Ik weet wel of ik boos om word trouwens, maar het is wel irritant. Rodrigo Moreno. Oh. Godverdomme. Doet hij weer raar ook. En nu is de scheidsrechter het zat. Voor die overtreding krijgt hij de gele kaart. Eerder in de wedstrijd kwam hij er nog mee weg. Toen kreeg hij alleen een waarschuwing. Toch een enkeltje even nog een beetje scheuren, laat scheuren. Musiala. Nou, nee. Ik zal denken, hij gaat toch niet echt nu tackelen. Ze kruipen door het oog van de naald. Allemaal dure gele kaartjes. Hij zijn na de pool toch weg? Oh nee, pas een halve finale hè, tegenwoordig. Ja, ze moeten echt een finale pas of zo. We krijgen er 4 minuten bij. Echt die boogbal die werkt echt voor geen ene kut meer. De verdedigende partij neutraliseert. Dan denkt de computer zelf maar dat hij een popje moet kiezen. Want wie is nou de speler? Jij of ik, zou ik Gaal zeggen. Oh, nou. Weer Müller! Het hat-trick! Thomas. 5-0 zegt het vol, hè? Het zou wel in de Spaanse, weet ik veel, kantje staan. Jij gaat gaan. Wat? Nee! Er is een duik voor nodig om deze poging te stoppen. Of Schlotterbeck. Wat doet hij fraai? Niet goed. Wat ik graag met scoren als ik eerlijk ben. Dat is tijd, hij staat nog af. Nou. Spanjaarden verliezen deze wedstrijd. Ik was kansloos middag. En een kansloze middag was ik avond. Want ik stond op 2-0 achter, het ging nergens over. Het voelde wel heel lekker met Duitsland. Nou, je hebt al 6 schoten gehad, ik heb ze niet gezien, maar... ja, trouwens valt ook wel mee qua verwachte doelpunt. Dat is zo 6 statistieken, nou ja, zeg je. 6, ik zei 5-0, hoe kan dat? Ja. En hoe komt jij op 6 schoten? Ik heb ze echt niet gezien hoor, dan. Je hebt trouwens nog meer gele kaarten dan wat ik heb. Nee, echt niet. Ja, kijk maar onderin. Onterechte penalty trouwens ook, dus je die even vergeten. Ja. Die staat denk ik ook niet meer de hoogtepunt of zo. Dat is echt onzin was dat. Ja, je hebt meer gele kaarten dan wat ik heb. Dat is het rare. Je hebt... nou, ik heb alleen een rode ertussen. Ja, die was ook wel heel diep groot. Het is er... die gele kaart zit er wel in, van Süle. Dat is zo hard, gewoon op de bal ook. Oké, ik raak daarna wel de volle man, maar ja, met mijn knie raak ik toch het eerste bal. De game zegt van niet, jongen. Maar, nou ja, je hebt gelijk. Spanje, Duitsland 0-5. Nou, als je een totootje dat invult en het wordt het, dan ik denk dat niet veel mensen dit hebben, toch? Ik denk het niet. Ik denk het ook niet. Dus like, nogmaals even achter bij de comments. Like even de video en een hele fijne wedstrijd.